Zo, goedemorgen allemaal. Vandaag zijn we te gast bij een firma M-Han. En we zijn hier eigenlijk om eventjes mee te maken hoe een behandeling gaat tegen een veel voorkomend aandoening bij de koeien, namelijk mortolaro. En niemand beter die dat eigenlijk kan laten zien als de boer zelf natuurlijk. Ook degene die dat heeft uitgevonden, dat de middel, de pasta eigenlijk. Wat in principe zeg maar een verzorgingsproduct is. Dus laten we snel gaan kijken hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. Zo, Han, daar zijn we dan. Ja, goeiedag Willem. Goeiedag. Nou, ik heb net al aangegeven dat we inderdaad eventjes nu eigenlijk gaan laten zien en demonstreren hoe een veel voorkomend aandoening bij de koeien eigenlijk mortolaro gaan behandelen. En niemand beter die dat kan laten zien als jijzelf. Ja. Dus ik zou zeggen van laten we beginnen. Ja, om te beginnen ga ik met mijn vinger door de klauwspleet. Ik voel of een mortolaro voor in de klauwspleet zit. Ja. Ik voel of er een tyloon zit. Ja. Ik voel dan ook meteen of een mortolaro op die tyloon zit. En hoe voel jij dat dan? Hoe voel jij een mortolaro? Ten eerste, als een mortolaro zit voor in de klauwspleet, ja, zal die koe daar direct op reageren. Oké. Okay. En ik voel ook dat het onnatuurlijk is. Maar hij reageert direct. Dus ik voel of je mortolaro voor in die tyloon hebt, of voor in de klauwspleet heeft. Ik voel een tyloon. Als een mortolaro op de tyloon zit, reageert hij daar ook direct op. Ik haal mijn vinger goed door de achterklauwspleet. En als je nou goed kijkt, zie je dat ik één... Hé, hij reageert er ook op. Dat je één bacteriemassa uit de klauwspleet haalt. Dus dat haal ik weg. En dat is inderdaad zeer pijnlijk voor de koe. En dat kan pijnlijk zijn voor de koe. Want kijk, ik zie nu ook meteen dat hier mortolaro zit en stinkpoot. Okay. Vaak zie je beide tegelijk. En dat gaan wij nu behandelen eigenlijk? Dit gaan we nu behandelen. Ik ga eerst het poot bekappen. En als laatste doe ik de mortolaro behandeling. En de manier waarop jij dit allemaal nu doet, Han, is dat zeg maar altijd de manier waarop het hoort, gebeurt? Of is dit een van de zoveel manieren? Nee. Zo moet het. Punt. Oké. Okay. Dus goed droog maken. Nou, en nu ga ik het poot behandelen. In de regel is het zo, als ik dus de M-Han erop smeer. Dat is inderdaad de pasta? Dit is de pasta. Ja, die is zeg maar de mortolaro behandeld. Nou, de mortolaro behandeld. Ik zorg met dit product dat er dus een film op komt. Op de plek, waardoor eigenlijk de huid dicht gaat. En waardoor dat je een opdroging krijgt, zodat de bacterie, de omgevingsbacterie, de mortolaro bacterie, niet op de huid in kan spelen. Okay. De huid gaat dicht, hij droogt op en dan loopt die koe daarna meteen goed of beter. De eerste dag loopt hij iets minder, dag erna loopt hij een stuk beter en na 3 dagen zie je niet meer dat hij een aandoening heeft. Okay. Dus de huid droogt wat in.
Ik zal laten zien dat er dus een film op dus de huid komt. Ja. En moet die dat kan ik laten zien met een beetje water. Hè? Ja, maar moet die straks verband omheen? Verband gebruik ik alleen als een koe daarna in een hele natte of vieze omgeving komt. En dan gebruik ik verband voor maximaal 12 uur. Ik verbind hem nu en vanavond of morgen mag het verbandje, moet het eraf. Moet het eraf? Dan moet het eraf, want er moet lucht bij komen. Hij moet in kunnen drogen. Maar komt, wat ik zei, een koe in een natte of vieze omgeving, dan verbind ik. Of je hebt een koe bekapt en ze lopen naar buiten en ze komen in de bagger. Dan doe ik er een verbandje om voor 12 uur en langer niet. Oké, dus het is belangrijk dat de poot toch wel goed kan blijven ademen straks? Ja. Oké. Ik zal laten zien dat er toch een filmpje opkomt. Hij was net wat rozig en dat doe ik met water. Laten we meteen maar even kijken. Kijk, je ziet al. Nou, we zien duidelijk verschil. Dat, ja. dat er een laagje op komt. Dat laagje gaat dicht en dat zorgt ervoor dat er die bacteriën, je omgevingsbacteriën, je mortelare bacteriën onder andere, niet meer erop in komt. Dus in dit geval zal ik ook de binnenklauw moeten stabiliseren. He, dus of stabiliseren in de juiste klauwdiagonaal zetten. Ik ga eerst met de kwast, pak ik de hele klauwspleet. Hou maar vast. Ik leg wat op het verband. Dit is voldoende. Wacht maar. Kijk, ik leg dit vlak hierop. Doe hem door de klauwspleet. En doe hem er twee keer omheen. Ik pak eerst deze zo hier, dat hij uitsteekt. Dan ga ik er nog één keer overheen. Ik knoop hem niet, maar ik leg hem ertussen. En altijd zorgen dat het verband niet te strak zit. Mag niet afknellen. Dit is voldoende. Dit verbandje mag er vanavond of morgenochtend af en is klaar. Kijk, deze heb je mortelaro. Maar ik doe evengoed weer dezelfde handelwijzer. Met die vinger door de klauwspleet. Controleren. Die drol uit de klauwspleet, zien dat hij hier mortelaro heeft en stinkt ook. Deze beesten gaan ook al meer als een ballerina staan, dus ik mag die klauwdiagonaal iets aanpassen, dus dat ik iets uit de bal moet snijden om hem goed recht te zetten. Anders haal ik van de binnenklauw niks af in de regel. Stinkpoot weg. Als kind zonder bloed. Hij heeft ook vrij harde klauwen, dus hij gebruikt hem ook minder.
Even hoog. Modelleren. Stinkpoot weg. En dan gaan we over op de mortelarenbehandeling. Goed in de klauwensplek. Hier reageert hij natuurlijk op. Smeert er goed tussen. Smeer het ook een beetje ruim eromheen, dus dat alles mooi op kan drogen. Nou, dan wachten we even zo. Yes. Ik ben vandaag hier te gast bij M. Han. En we hebben hier namelijk een behandelingsproduct dat ontwikkeld is door meneer De Leeuw, Han De Leeuw. En ik zou graag eigenlijk toch echt willen weten van wat het voor product het is, wat er eigenlijk allemaal in zit. En later krijgen we dus ook een demonstratie van meneer De Leeuw zelf. Hoe je namelijk een veel voorkomend aandoening bij koeien eigenlijk kunt behandelen. En dat is namelijk Mortolaro. En daar kan natuurlijk meneer De Leeuw ons veel meer over vertellen. En ik zou zeggen van, laten we dat gesprek ook even aangaan. Dus, meneer De Leeuw, daar zijn we dan. Dat ben ik. Zo. Ik ben dus Han De Leeuw. Ik ben ruim 38 jaar werkzaam in de klauwenzorg. Ik heb ook bij meerdere bedrijven gewerkt waar ik dus een voedingsbodem vandaan heb. En door de jaren heen ben ik er toch wel achter gekomen dat als je bepaalde klauwenziektes wil behandelen, dat op een manier moet wat diervriendelijk is, maar ook voor de boer, dat het redelijk aantrekkelijk is om het te behandelen en dat het ook zo min mogelijk tijd in beslag neemt. Dus niet dat je een koe 2, 3 of 4 keer moet behandelen, wil je van die aandoening af zijn. Minder productieverlies in de vorm van melk en vlees. Maar het heeft natuurlijk duidelijk ook te maken met dierenwelzijn. Een koe die goed loopt, teert beter, doet het beter. En dat is voor die koe veel beter, maar voor die boer ook, zeker. Ja. Absoluut, duidelijk. En daar heb je hier een bepaalde pasta, hè? De M-Han pasta. Ja. Dat heb jij zeg maar ontwikkeld eigenlijk. Ja. En wat is het nou precies? Kun je even uitleggen wat nou zo'n M-Han pasta eigenlijk is? Nou, de M-Han pasta is toch wel een. Daar heb ik toch wel een paar jaar werk aan gehad. Om het dus zo te krijgen dat het heel effectief is. Het is een product. En dat zal in de film ook te zien zijn dat je een koe goed moet behandelen. Er zijn nog te veel verschillen in hoe je dus mortelaren behandelt. Daarom doen we het ook voor. En zoals ik zeg, zoals het moet en het resultaat ook beter is. Dit product zorgt dat er een beschermende laag op de mortelarenplek komt. Zodat de bacteriën, vooral de omgevingsbacteriën, maar ook de mortelarenbacteriën, niet in de huid van de koe kan komen. En op deze manier droogt de mortelaroplek op en dan sluit de geïrriteerde plek vanzelf. En voor een paar maanden is het zo dus dat de bacteriën uit de omgeving geen invloed hebben op de huid. Absoluut. En de M-Han pasta? Die helpt dus daarbij. Dus het is eigenlijk een verzorgingsproduct. Het is duidelijk een verzorgingsproduct. Oké. Okay. Ja. Duidelijk. Ja. Zit er antibiotica in? Er zit absoluut geen antibiotica in. Dat willen we in deze tijd niet meer. En
Daarom is het ook heel safe om te gebruiken. Oké, duidelijk. En hoe lang doe je nou gemiddeld met zo'n pot? Met één pot kan je ongeveer 35 behandelingen doen. Een koe op 4 poten, dus je doet er geen 35 koeien mee, want de koe kan het ook aan 2 of 3 poten hebben zelfs. Dus 35 behandelingen ongeveer. En dan is het natuurlijk wel om op een effectieve manier ervan af te komen. Want met dit product hoef je namelijk zo goed als niet te verbinden. Het is wel het goed drogen en schoonmaken, het inkwasten uit deze pot en wat in de toekomst slecht is met de tube. Het voordeel van de tube is dus dat je van begin tot het eind schoon materiaal hebt. Alleen met de kwast kom je er ietsje beter tussen. Of dat je in de melkput een koe kan behandelen. Dan zou je zeggen, ik gebruik de pot. Maar de tube is zeker ook aan te raden, omdat je ook in die klauwspleet makkelijk heen komt. Je kunt er achterop leggen en je hoeft voor de rest met je handen niet aan te komen. In sommige gevallen zeg ik, je moet wel verbinden. En wanneer verbind je? Nou, als de koeien bijvoorbeeld, je hebt een messchuif, die loopt door stal en er staat een hele laag ier of mest. Ik kijk altijd naar de situatie en dan zeg ik, ik verbind. Maar ik verbind niet langer als dat het voor 12 uur. Dus ik verbind er vandaag en morgen kan het verband eraf, want er moet zuurstof bij komen. Gaan de koeien meteen naar buiten en ze lopen door de bagger heen, dan verbind ik ook altijd even. Want anders lopen ze het eraf. En ik wil toch wel dat het ietsje inwerkt, dus 12 uur is ruim voldoende. Als je dus de pinken behandelt, dan kijk ik ook weer naar in wat voor omgeving komen ze maar. In de regel is het zo, als de roosters redelijk droog zijn, of de vloer, en ik behandel ze, ik maak ze goed schoon. Ik behandel ze met de MHAN en ik neem dan wel iets meer de tijd om het erin te trekken en ik verbind ze absoluut niet.